Welkom bij dit gesprek met de burgemeester in het jaar 2022. Allereerst de beste wensen, ook voor u, burgemeester Lemferink. Welkom. Hebt u de jaarwisseling kunnen vieren zelf? Ja, een klein beetje natuurlijk, want het was wel een rare jaarwisseling om verschillende redenen dit jaar. Ja, we gaan het zo hebben over die jaarwisseling natuurlijk. Maar ik moet beginnen met de dood van de 14-jarige Esmee. Op Oudjaarsdag werd ze haar lichaam gevonden in Leiden. Uiteindelijk werd er ook een verdachte aangehouden, een 32-jarige verdachte. Zij is door een misdrijf om het leven gekomen, dat verwacht de politie in ieder geval, die denkt daar nu over. Wat kunt u op zo'n moment doen, als u dit hoort? Ja, eigenlijk niet zoveel. Je bent eigenlijk net zo geschokt als alle andere mensen in Leiden. En mensen denken wel eens, de burgemeester gaat over de politie, dus die regelt dat vervolgens. Maar dat klopt in dit geval niet. Politie wordt aangestuurd door het Openbaar Ministerie en door de burgemeester. Door het Openbaar Ministerie als het gaat om het opsporen van strafbare feiten en het voor de rechter brengen. Zoals in dit geval. En daar gaat het hier dus over. Dus het Openbaar Ministerie is degene die hier de leiding over heeft. En natuurlijk hoor ik wel iets wat, maar niet zo heel veel meer dan de gemiddelde Leidenaar. Wat kunt u op dit moment zeggen over wat daar gebeurd is? Eigenlijk niet meer dan al volledig bekend is. We weten dat, dat zij door een misdrijf om het leven is gebracht. Dat zij daar is neergezet. En de politie is op dit moment de hele tijdlijn aan het maken om te kijken wat er achterin volgens gebeurd is. En wie daarvoor verantwoordelijk moet worden gehouden. En het is natuurlijk in en in triest. En je merkt dat het heel de samenleving enorm bezighoudt. Al dagenlang staan de kranten ervoor van andere media berichten er dagelijks over. En dat is een teken dat het de samenleving enorm aangrijpt. Zaterdag was er ook een grote rouwstoet door de stad. Ja. U was daar zelf ook, er werden witte bloemen neergelegd op de koets. Wat ervaart u dan op zo'n moment? Ook een soort verbondenheid kan ik me voorstellen. Ja, dat zie je dus vooral. Je ziet dus dat de hele stad eigenlijk meeleeft. En eigenlijk niemand weet goed wat te doen en wat te zeggen. Het is verschrikkelijk dat dat gebeurd is. En je zou de moeder willen troosten, maar iedereen kan dat natuurlijk niet doen. Dat kan zij ook niet aan. En je kunt alleen maar door er aanwezig te zijn, te laten zien dat het ook jou aangaat. Dat het de hele samenleving aangaat. Elke dood door geweld is natuurlijk onacceptabel. Maar op de een of andere manier is wanneer een kind in het spel is, dat nog wel iets wat de mensen nog meer aangrijpt. En ik merkte dat ook wel. Hoeveel mensen die, zelfs mensen die haar helemaal niet gekend hebben, die toch gewoon langs de kant van de weg staan. Die toch witte bloemen meenemen. Gewoon omdat ze dat blijk van medeleven willen laten zien. Ja, ook op de plek waar ze gevonden is, daar worden constant bloemen gelegd en knuffels en van alles wat ook bij een jong meisje natuurlijk komt kijken. Ja, het is bij mij in de buurt. Ja. Dus ik ben er diverse keren langs geweest in de week na haar overlijden tot aan de begrafenis. En ja, je zag heel regelmatig groepjes mensen staan dichtbij waar ze gevonden is. Mensen met elkaar praten. En dat is ook zo'n teken dat het veel mensen beroert. Ja, het heeft impact op de stad. En dan natuurlijk op de plek in de burgemeester en professorenwijk waar zij gevonden is. Aan de andere kant van Leiden, bij het Van Riebeekhof in Leiden-Noord, is haar fiets gevonden. Zij is voor het laatst gezien bij het 5 Meiplein, zoals de politie nu weet. Het speelt in uw stad, in onze stad. Verandert dat niet ook? U zei, ja, ik weet ook niet zoveel, maar ja, het speelt wel in de hele stad. Ja, nou ja, dat is ook het enige wat ik ervan kan zeggen. Je merkt dat de hele stad ermee bezig is. Mm. En het feit dat die feiten bekend zijn van het 5 Meiplein aan de zuidkant van de stad tot de Van Riebeek half aan de noordkant. Ja, dan merk je dus eigenlijk dat de actieradius ook heel erg Leiden is. En ze reed paard vanaf de Elzahoeve. Dat is ook weer in Leiden. Dus ze heeft een hele Leidse geschiedenis. Ook al wonen ze op dit moment in Hazerswoude. Ja.
We moeten het ook hebben over de verdachte die is aangehouden. Ook een leidenaar om aan te geven hoe erg dit speelt. Een 32-jarige man die actief was in de sportwereld ook in Leiden. Ook bij Gymsport Leiden actief. Waar Esmee dan ook actief was. Heeft u contact met de club? Ja, ik heb contact gehad met de voorzitter van de club hierover. Daar is het natuurlijk ook behoorlijk ingeslagen. Maar ja, het is op dit moment een verdachte. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. En de rechter bepaalt of iemand schuldig is of niet. En als iemand het gedaan heeft, dan is het de dader en niet zijn familie. Dat wil ik er ook nog wel even bij zeggen. Nou ja, precies. Want online verschijnen een heleboel bedreigingen. Zowel aan zijn adres als ook aan het adres van familie en vrienden. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is onacceptabel. Familieleden die niks gedaan hebben, die mag je niet aanspreken op dit gedrag. Als het al bewezen wordt, want dat moet ook nog gebeuren. Dus we mogen niet tot een soort volksgericht overgaan. Dat is onacceptabel. Is dat aanleiding voor actie voor u? Als u online, iedereen doet dat onder een naam, meestal makkelijk traceerbaar. Moet er aangifte gedaan worden bijvoorbeeld van bedreigingen en dat soort dingen? Als er sprake is van serieuze bedreigingen is dat heel verstandig. Maar heel vaak zijn de aantijgingen zodanig dat ze niet vervolgbaar zijn. En is er dan iets aan te doen? Want deze mensen staan echt in de kou, deze familieleden. Het is een kwestie van moreel besef met elkaar. En we zien helaas, moet ik zeggen, de afgelopen jaren dat het moreel besef een beetje in het verval is geraakt. Zeker online. Mensen die roepen van alles, schreeuwen en maken mensen uit voor van alles en nog wat. Trekken conclusies terwijl die nog niet getrokken kunnen worden. Of de volkomen verkeerde conclusies. En daar zijn mensen het slachtoffer van. We zien ook bewindspersonen die aan alle kanten belaagd worden. Dit kan gewoon niet. En daar moeten we echt mee stoppen. Even terug nog naar Gymsport Leiden. Heeft u aanleiding om te denken dat dit een grotere zaak is dan een verdachte? De verdachte wordt ook verdacht van ontucht. Ja, dan hebben we het over de turnwereld. Dan hebben we het over een turnclub. Heeft u aanleiding om te denken dat hier meer speelt dan één situatie? Daar heb ik op dit moment geen enkel signaal van en over. Maar niks is uitgesloten natuurlijk, want het onderzoek is natuurlijk nog gaande. De turnsport is eerder opgeschrikt geweest door het rapport Ongelijke Leggers. Met alles wat daar mee samenhangt. En ik weet wel dat Gymsport Leiden dat rapport heel serieus heeft opgepakt. En daar ook heel actief mee aan de gang is gegaan. En dat is ook belangrijk. Om dat te doen. En we zien de laatste jaren dat dit soort signalen en in de kerken en in de sportwereld, en niet alleen bij turnsport, veel breder, ja. Dat we dat op allerlei plekken terugzien. We zien het in de cultuur, we zien het in de filmwereld, we zien op allerlei plekken dat dit terugkomt. Dat is op zich mooi, dat het thema naar boven komt en dat we het niet meer accepteren. Want decennia lang hebben we dat eigenlijk gewoon maar goed, in dit geval gaat het natuurlijk om een specifieke situatie. Een verdachte die is aangehouden in Leiden heel actief was. Zeker. Maar u zegt, op dit moment is er niet aanleiding om te denken dat hij bij meer zaken betrokken zou kunnen zijn, deze verdachte. Dat kan ik niet zeggen, want dat weet ik ook niet. Ja. Tot slot, hoe gaat het nu verder? De uitvaart is geweest, de eerste week die bij rouwprocessen en bij dit soort zaken zo bepalend is, die is nu achter de rug. Hoe gaat het nu verder? Ja, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Ik denk dat zowel vader als moeder moeten proberen weer door te gaan met hun leven. En ik denk eerlijk gezegd dat deze gebeurtenis nog heel lang in het geheugen van de mensen gegrift staat. We krijgen straks natuurlijk een keer een conclusie of de persoon ook daadwerkelijk voor de rechter gebracht wordt. Dan krijg je natuurlijk de rechtszaak zelf nog met een heleboel publiciteit, verwacht ik. En als het tot een veroordeling komt, ja, dan zal de persoon in kwestie wel opgesloten worden. Ja. Dat geeft natuurlijk ook wel weer een zekere rust na die tijd. Maar zolang dat nog niet aan de orde is, zal dit thema wel regelmatig terugkomen, schat ik in. Maar hoe je het ook went of keert, voor de ouders zal dit het verlies niet compenseren. Nee. We gaan naar de jaarwisseling, want dat speelde allemaal in dezelfde tijd. U benoemde het net aan het begin al. Het was een bijzondere jaarwisseling voor u. Een pittige jaarwisseling misschien ook wel. Want er werd veel vuurwerk afgestoken, ondanks het vuurwerkverbod. Er was ook veel schade, zoals we zo kunnen zien. Heeft het verbod gewerkt überhaupt, als ik het aan u zo vraag, op het verbod op vuurwerk? Nou, je ziet dat er
A, wel minder vuurwerk is afgestoken. Dat is toch echt wel het geval. En het was ook niet overal zo. Nee. Dus als je in de stad keek, dan waren er ook gebieden die echt heel rustig waren. Dus dat is op zich mooi. Maar op sommige plekken werd er toch heel veel vuurwerk afgestoken. En ook zwaar vuurwerk. En dat wou ik net zeggen. Want het is niet alleen een kwestie van toch vuurwerk afsteken. Maar het was ook bijzonder vuurwerk. Het was heel zwaar vuurwerk. Wat sowieso in Nederland illegaal is. In alle omstandigheden. Mm-hmm. Het zijn projectielen. Die, waarvan je zou kunnen zeggen. Die vallen onder de wet wapens en munitie. Want daar kunnen echt... kan ernstig onheil mee worden aangericht. Nou ja, en dat hebben we ook gezien. Laat maar zien, branden, brand in een buurthuis. Een geëxplodeerde ruit in een buurthuis. Een fontein die is opgeblazen. Veel meer van dit soort. Nou, veel meer, maar dit zijn de grootste incidenten in die zin. Dat is door vuurwerk aangericht waarschijnlijk? Of is er al... Dat weten we niet van alles. Kijk, een pand aansteken kan ook om andere redenen gebeuren. Hoewel is dat al duidelijk in dit geval? Dat durf ik nog niet te zeggen. Nee. Het opblazen van een fontein is zeker door vuurwerk gebeurd. Maar los daarvan, er waren zoveel zware knallen te horen. Dat is absoluut behoort tot de categorie die ook normaal niet toegestaan is. En daarnaast is er veel vuurwerk afgestoken. Heel mooi, maar dat is zogenaamd professioneel vuurwerk. Daar zit ook een veel grotere gevaarzetting aan vast. Er zit veel meer explosief materiaal in. En normaal gesproken mag dat alleen maar door deskundigen worden afgestoken. En dat is in dit geval zeker niet gebeurd. Dat is hier zeker niet gebeurd. Dus die twee componenten baren mij zorgen. En dat betekent dat wij voor komend jaar ook daar absoluut bij stil moeten staan. We weten natuurlijk niet wat komend jaar de regelgeving vanuit Den Haag zal zijn. Die is de afgelopen jaar wat strenger geworden. Mm-hmm. Wat betreft de lokale regelgeving heb ik er ook steeds voor gepleit om niet in één keer de hele stad vuurwerkvrij te verklaren. Omdat we dat gewoon niet aan kunnen. Mm-hmm. Dat hebben we afgelopen oud en nieuw ook wel gezien. Had u dat van tevoren iets steviger moeten aanzetten? Want u heeft al gezegd, ja, we hebben de capaciteit niet om dit te handhaven. Mensen zijn er misschien ook nog niet klaar voor. Nee, het voordeel van een landelijk vuurwerkverbod is dat er één regime in heel Nederland geldt. Maar dat heeft niet gewerkt. Althans, u zegt, het heeft deels gewerkt. Misschien is minder vuurwerk afgestoken, maar er zijn ook zware bommen over de grens gehaald. Dat klopt. Aan de andere kant, het hoofddoel was om de zorg te ontlasten. En ook al waren er iets meer slachtoffers dan vorig jaar in de ziekenhuizen opgenomen. Het was wel veel minder dan in normale jaren. Dus dat doel is wel bereikt. En dat was ook datgene wat we wilden bereiken. Dus je kunt niet zeggen dat het mislukt is. Je kunt hooguit zeggen, de neveneffecten, daar mogen we ons wel zorgen over maken. Mm. Als mensen dan het vuurwerk in het buitenland gaan halen of bestellen, en dat tot een categorie behoort die echt zoveel gevaarlijker is dan normaal, dan moet je daar nieuwe actie op zetten om te voorkomen dat die trend zich doorzet. Mm. Eventjes naar de feiten. Zijn er mensen aangehouden voor onder andere de brand in een buurthuis, explosies? Zijn er mensen aangehouden of voor deze specifieke gevallen? Nee, ik weet dat een aantal onderzoeken nog lopen. Ja. Zijn er boetes uitgedeeld voor het overtreden van het vuurwerkverbod? Er zijn zeker... We hebben gewerkt met lasten onder dwangsom. Ja, dus dan konden mensen die vuurwerk afstaken, die kregen een last onder dwangsom van 1000 euro. Als ze het nog een keer zouden doen, dan zou dat betaald moeten worden. Ja, zijn die uitgedeeld? Ja, zeker. Tientallen. Tiental. En zijn die ook daarvoor omgezet in een dwangsom? Nee, want ze zijn niet... Ze hebben het na die tijd niet meer gedaan. Althans niet gesnapt. Want dat is meteen ook het lastige, kan ik me voorstellen. Dat is ook, zo'n last dat is ook dwangsom. Het lastige, maar het is ook wel een heftig signaal. Ja. Er zijn wel plekken waar vuurwerk gevonden is, ook in grote hoeveelheden. Ja. En waar ook zware lasten onder dwangsom zijn opgelegd. En waar zelfs het risico bestaat dat iemand zijn woning kwijtraakt als dat nog een keer gebeurt. Dus die signalen zijn wel stevig doorgezet. Ja. We hebben best behoorlijk opgetreden in dit kader. Ja. Maar er was veel te doen. En nu tot slot dan voor volgend jaar. U zegt we gaan werken aan een plan van aanpak. Welke ingrediënten zouden van de afgelopen jaarwisseling eruit moeten dan? U zegt een landelijk vuurwerkpot heeft goed gewerkt. Of dat is fijn omdat het is één grote maatregel voor het hele land. U zegt tegelijkertijd we moeten niet in één keer over alle wijken heen storten. Welke kant gaat het op? Nou, als je het lokaal wilt doen moet je het niet in één keer doen. Dat is niet te doen. Als er een landelijk vuurwerkverbod blijft, dan heb je een ander regime dan wanneer dat niet het geval is en je weer op lokale regelgeving terug moet vallen.
In dat geval, dat heb ik ook al eerder aan de gemeenteraad laten weten, dan kies ik ervoor om dat voorlopig te beperken tot de binnenstad en de parken. Ja, zoals dat 2019 ook was. 2019 was, omdat we dat kunnen behappen en we dat ook nog kunnen vervolmaken. Ja. En dan kunnen we hebben de laatste keer aangekondigd een klein stukje uit te breiden, dus het stationsgebied. Dat voelt ook nog een beetje als bij het ook vaak erbij genomen, bijvoorbeeld in een bedelverbod of in andere regelgeving is dat ook dus één dan gebied. Kunnen we dat één gebied van maken. Dus dat is ook logisch. Snappen de mensen ook dat dat bij elkaar hoort en is ook beter te handhaven. En dan kunnen we kijken of we iedere keer een stukje toe kunnen voegen, waarbij we dat onder controle kunnen houden. Dat lijkt mij een betere strategie. Voor het overige moet ik wel zeggen dat waar met oud en nieuw in veel steden ook de openbare ordeproblematiek wel serieus is geweest en in veel gemeenten, dat is hier niet het geval geweest. Dus de openbare ordeproblematiek was niet groot. Want dat blijft een complimentje aan de lijn als ik u zo in het nieuwe jaar. Ja, maar eigenlijk was dat al vele jaren het geval. Vroeger was dat hier altijd bal. En dat zijn we eigenlijk de laatste 10 jaar niet meer gewend. We merken nu wel dat andere gemeenten in de regio, zoals Katwijk, ook een traditie aan het opbouwen waren om ongeregeldheden met oud en nieuw te hebben. Dat trekt wel politie weg uit de gemeente. Dat is lastig voor u. Ja. En dat is weer lastig, want dat moet ook onder controle gehouden worden. Dus ja, je hebt te dealen met datgene waar je mee moet werken. Ja. En ja, de politiecapaciteit is op oud en tijdens oud en nieuw niet uit te breiden. Want overal worden ze alle verloven zijn ingetrokken. Dat is overal zo in heel Nederland. Dat brengt me bij het laatste punt wat ik u vandaag wil voorleggen. Dat gaat over de politiecapaciteit ook onder andere. De Stevenshof heeft eigenlijk al een beetje met ups en downs, maar al jaren te maken met jeugdoverlast. Van jongeren die hangen op schoolpleinen. Daar heeft u de afgelopen jaren al een schoolplein, een schaamscholingsverbod op de schoolplein in de Stevenshof afgekondigd. In 2015 werd er ook extra politie naar de wijk gestuurd. Nou, er kwam een buurthuis. Dat buurthuis is weer opgeheven. Het komt eigenlijk een beetje elke keer op en het gaat weer weg. Nu is er ook sprake van jeugdoverlast. U heeft de afgelopen tijd een verbod op samenscholing op de schoolpleinen gehad. Dat liep dit weekend af. Ik vroeg me allereerst af of dat verlengd wordt. Of dat nog steeds geldt voor de komende tijd. We zijn de komende periode, gaan we hier natuurlijk mee verder. Er zijn een aantal invalshoeken die je dan moet kiezen. Het samenscholingsverbod en zaken die daarmee annex zijn, dat is één. De verlenging daarvan hoort daarbij. Maar ook, dat is niet het enige. Want wel verlengd. Dus want ik heb nog meer dingen over. Dat verlengd wordt. Ja, dus dat moet nog verlengd worden. Want u heeft ook, en dat is inderdaad de andere kant, voor de komende 2 jaar een regisseur eigenlijk voor die wijk, of de stedelijke jeugdaanpak heet dat dan, daar extra geld voor vrijgemaakt. Exact, dat is ook niet voor niks. Dat is omdat het niet alleen gaat om verboden, maar ook in contact komen met jongeren. Om te kijken hoe je langs de andere kant jongeren op het goede pad kunt brengen. Voor kerstmis heb ik ook een gesprek gehad met een jeugdgroep in de Stevenshof. Die zelf eigenlijk van mening waren dat er iets anders moest gebeuren. Nou, daar willen we mee gaan kijken of we met hen iets kunnen ontwikkelen voor de komende periode. Een soort hangplek, maar dan waar zij zonder dat ze overlast veroorzaken, toch bij elkaar kunnen komen. En waar ze ook een zekere verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. Ik hoop wel dat dat gaat lukken. Want na het gesprek hebben toch weer enkele van hen zich niet geheel gedragen. Kunt u dat van ze verwachten? Is dat niet ook? Want ik moet denken, u zegt een plek waar ze samen kunnen komen. Er was een jeugdhonk op de Dopperdreef in de Stevenshof. Toen Sol het welzijnswerk voor de jongeren overnam in Leiden vorig jaar, toen is dat gesloten. Zeiden ze, we zetten dat jeugdwerk wel voort in het buurthuis. Toen vroeg ik me af, dat heeft toen veel geld gekost. Een jeugdhonk, dat klinkt een beetje als de plek waar we nu ook naar op zoek zijn. Nou, niet helemaal. Je ziet dat er niet één groep jongeren is, maar verschillende groepen. Die allemaal zo hun eigen identiteit hebben, hun eigen wensen hebben. Die mengen niet goed samen en gaat ook niet samen op één plek. Dus daar moet je dus ook een oplossing voor zien. Kunt u nou uw vinger erop leggen waarom dit zo erg speelt nu weer? In 2015 speelde, toen heeft het een tijdje is wat rustiger geweest. Waar komt het nu vandaan? Het is eigenlijk iets wat je op verschillende plekken in de stad op verschillende momenten hebt gehad. We hebben het in de Slaagwijk gehad en ook op momenten dat het heel erg was en dan was het weer minder.
We hebben het op andere plekken in de stad gehad. In de Mors hebben we het gehad. Dus nu weer, het heeft ook een beetje met de leeftijdsopbouw van de wijk te maken. Zitten er veel jongeren in een bepaalde leeftijdscategorie. Dus dat soort dingen heeft mee te maken. Heeft natuurlijk ook met corona te maken. Veel jongeren die weinig kunnen op straat hangen. Andere dingen zijn allemaal dicht. Daar kun je allemaal niet meer naartoe. Je snapt dat ook wel, neem ik aan. Dat snap ik ook heel goed. Maar wat is je advies dan aan die jongeren die nergens naartoe kunnen eigenlijk nu? Ja, het enige wat je kunt zeggen, het is niet de bedoeling dat je dingen kapot maakt, dat je troep achterlaat en dat je veel lawaai maakt. Dat zijn de dingen waar het om gaat. Ja. Als je je gedraagt, dan heeft er ook niemand heel veel last van. Omgekeerd is ook zo, veel mensen zijn thuis, dus die zien meer, registreren meer, signaleren meer en geven dat ook door natuurlijk. Dus in tijden van lockdown zie je ook dat die cijfers, die overlastcijfers omhoog gaan. Door die twee redenen. Ja. Jongeren niks te doen. Meer mensen thuis die het signaleren. Dus al die dingen bij elkaar, dat moet je ook wel realiseren. Het is voor een deel iets wat altijd wel gebeurt. En dan moet je erop reageren. Zowel met geboden en verboden. Ja. En in de richting van de jongeren en de gezinnen zelf. Daar zijn we ook mee bezig. Er zijn ook jongeren die een dwangsom opgelegd hebben gekregen. Dat als ze zich nog vaker misdragen, dat dan een dwangsom verbeurd wordt. Of het algemeen helpt dat wel. Ja. Er wordt met ouders gesproken. Zeker voor jongeren veel geld waarschijnlijk. Ja, er wordt ook met ouders gesproken om ervoor te zorgen dat dat beter gaat. Ja. Het kost veel energie om dat onder controle te houden. Nou ja, zoals ik net al zei, in tijden van corona meer dan daarvoor en daarna. Tot slot nog heel eventjes naar het hartcentrum van het LUMC in Leiden. Want de minister besloot voor de kerst om dat te sluiten. De oud-minister inmiddels, Hugo de Jonge, die zei, ja, we gaan het concentreren. Hartzorg, dat gaan we naar een centrale plek brengen. In Leiden gaat het dicht. Toen kwam er heel veel kritiek. Er is een petitie al tegen de 50.000 keer getekend. Hebt u al contact gezocht met het ministerie? Ja, we hebben op allerlei mogelijke manieren acties ontplooid. Er zijn allerlei Kamerleden uitgenodigd om naar Leiden te komen. En we begrijpen het echt niet. Nee. En waarom begrijpen we niet? Omdat het centrum in Leiden, dat durf ik rustig te zeggen, het grootste en het beste van Nederland is. En dat is wel heel gek om dat te doen. Er zijn heel veel adviezen geweest om te komen tot concentratie van deze zorg. Omdat er in Nederland te weinig kinderen geopereerd moeten worden om alle chirurgen voldoende ervaring op te laten doen om dat goed uit te voeren. Is dat een politiek besluit hier gevallen waarbij de ministerie gekeken heeft, Leiden heeft misschien al, ik zeg maar wat, een Bioscience Park en een groot LUMC. Laten we dit dan maar aan Utrecht gunnen bijvoorbeeld? Ja, begrijp het eigenlijk niet zo goed, want Utrecht is kleiner, veel kleiner, heeft niet de erkenningen die en de kwaliteit die het LUMC heeft. En tegelijkertijd begrijp ik ook Groningen niet zo heel erg goed om dat te sluiten. Groningen ligt wel heel ver, is ook wel veel en veel kleiner dan Leiden. En het is veel logischer om Groningen en Leiden juist wel te houden. Groningen dan wel in een verbintenis met Leiden. Dus dat een chirurg van hier misschien af en toe daar ook werkzaam kunnen zijn. Exact, om op die manier dat goed uit te kunnen wisselen. En dat lijkt mij een veel logischer besluit. Het veld zelf heeft ook eerder al gezegd, op grond van oude adviezen die zeiden van je zou moeten concentreren naar 2 of 3. Mm-hmm. Om dan te komen tot een samenwerking van Rotterdam, Leiden, Groningen. Dan zouden ze gezamenlijk die 3 locaties in stand kunnen houden. En ook ruim kunnen voldoen aan de aantallen criteria. Waar het LUMC overigens altijd aan voldaan heeft. Ruim aan voldaan heeft. Ik begrijp het niet. Echt niet. Nee, ik begrijp het echt niet. Nee. Ook niet omdat juist het zo goed is hier. Ook de hele zorg eromheen altijd tot de hoogste standaarden behoort. Dat kun je in de rest van Nederland niet zeggen. Nee. En bovendien dit centrum al meer dan 25 jaar een hele intensieve samenwerking heeft met een ander universitair medisch centrum. En dat is dat is Amsterdam. En daarmee heeft men ook laten zien dat men zo'n samenwerkingconstructie heel goed kan organiseren. En nu dan? Want u begrijpt het niet. Wat is er nodig dat u begrijpt? Of staat u straks met een protestbord in Den Haag? Ik denk niet dat een bord het meest effectief is. We zijn nu bezig met het uitnodigen van verschillende Kamerleden. Er gaan brieven naar de verschillende departementen. Want het heeft niet alleen betrekking op VWS, op de gezondheid, maar ook op
Het hele opleidingstraject wat daar aan vast zit, dat is relevant voor de minister van OCW. Het heeft impact op het Bioscience Park, een van de grootste economische trekkers van ons land. Dus dat is voor de minister van Economische Zaken. Dus die proberen wij hier ook over te informeren. Is de eerste brief die de nieuwe minister te lezen krijgt als het er nu ligt? Nou, ik weet niet of het de eerste wordt, maar het wordt er in ieder geval wel een. Dus langs die kant proberen we dat te doen. En ja, er zit ook nog een andere kant aan. Een minister moet zijn besluiten wel motiveren. En normaal gesproken doen ze dat ook in contact en samenspraak met het veld. Maar ja, dat is ook nauwelijks gebeurd. Het veld heeft een alternatief aangeboden, is door de minister niet eens op gereageerd. Dat is wel curieus, moet ik eerlijk zeggen. Dat krijgt nog een staartje. Je houdt het voor nu bij. Dank u wel. Een goed begin van het nieuwe jaar gewenst. Ook aan iedereen thuis natuurlijk. Deze uitzending is nog terug te bekijken de hele week op Sleutelstad TV. Ook terug te kijken op sleutelstad.nl. En ik spreek u volgende maand weer. Dank u wel. Dag. Marcel en Frink.